is ons favoriete nummer, hè, Chloe? Kijk. Kijk dan. Mag, dat mag niet, hè? Oh. Chloe, zeg maar, dat mag niet op tafel dansen. Justin. Hè? Dat mag niet, hè? Kijk, Chloe, doe je bril op. Gaan wij ook op tafel dansen. Shh, niet zeggen tegen papa, hè? Niet tegen papa zeggen, hè? We gaan één keer op de tafel dansen. Mag niet, hè? Dat denk je, hè? Oké, doe je bril op. Oké, gaan we op de tafel dansen? Ja. Niet tegen papa zeggen, hè? Oké. Okay. Bezig te houden. Joehoe! Vandaag op het menu. Vegan shawarma. Shawarma gemaakt van tempeh. Daar zijn we weer met de tempeh. Daar kan je zoveel mee doen. Tempeh weer in blokjes gesneden en daaraan toegevoegd kajun en shawarma kruiden. Dat is deze en deze. Dan het liefst voor een dag in de koelkast, maar ik had het vanochtend bedacht dat ik dat wilde gaan maken. Dus ik heb hem vanmiddag erin gezet rond een uurtje of één. Tot nu, dus heeft hij 5 uurtjes even ingetrokken. Paprikaatje, uitje, knoflookje en dit is salade voor erbij. Aangezien ik geen pita broodjes in huis heb, heb ik tortilla's gepakt. Die had ik nog liggen. Net zo lekker, denk ik. En de knoflooksaus van gisteren. suiker, peterselie, mayonaise, magere yoghurt en knoflook. That's it eigenlijk. Ik doe een heel potje mayo in. De yoghurt. Gooi er steeds een beetje bij. Zodat je op de juiste dikte komt. Als je alles er gelijk in bij gooit, dan wordt hij misschien te dun. Maar ik vind hem nu nog te dik, dus ik doe er nog wat bij. 2 knoflookjes in de perser. Ik hoor op de achtergrond Chelsea een beetje onrustig worden. Dus ik moet een beetje opschieten, maar hierna ben ik ook klaar. Suiker, het is allemaal naar smaak, hè. Doe je er veel suiker in, wordt die zoet. Doe je er niet zoveel in, minder zoet. Dus proef, we gaan het gewoon steeds een beetje proeven. Ik hou meestal van zoet, dus ik doe er lekker veel suiker in. Peterselie. En dat is mijn geheime recept van de knoflooksaus. En heel veel vrienden van mij die zeggen dat, oh, Arnje, knoflooksaus. Nou, dit is het, thuis. Easy as that. Chloe, je hebt bezoek. Ik zie jou wel. Raambezoek. Ah, ik zie jou. Nee. Jawel. Tante Daisy en oompie Leandro. Wat ben jij aan het doen? Afwassen. Af in de pan, een beetje aanbak. Je ziet hier al dat hij een mooi krokant laagje krijgt. En dan zo op het laatste, bij de laatste 2 minuten de paprika erbij. Wat is er? Paprika erbij.
Dit is hem geworden. Ik had geen pita broodjes, dus ik moest een beetje improviseren. Maar dit is net zo lekker. Misschien wel lekkerder eigenlijk. Ik heb er nog wat rode kool op gedaan. En mijn eigen gemaakte knoflooksausie. Eet smakelijk. Papa, wat vond je ervan? Ja, stop. Dat is heel, heel lekker. Ik hoef nooit meer shawarma te eten. Vertel even aan de mensen thuis waarom je bent begonnen geen vlees of vis te eten al voor 3 maanden. Het is nu bijna 3 maanden, toch? Bijna 3 maanden, ja. Ja? Wat is er? Kom even bij papa zitten, gaan we het vertellen. Kom bij papa zitten, ga je met papa. Interview met papa. Nou? Nou, verschillende redenen eigenlijk. Ik wil een gezonde leven. Ik werk hard. Bezig met status pro. Dus ik wil gewoon fit zijn. Er hoort goede voeding bij. Ik ben een topsporter. Ik heb 2 jonge kindjes. En ik wil hun ook gewoon gezond willen opgroeien. Maar dan zeggen mensen van, ja, dat kan toch ook gewoon met vlees? Nou, ik heb me laten vertellen dat ik werk met een hoop vegetariërs, pescotariërs, flexitariërs. Zo, je weet wel, je weet dingen. Op kantoor. En die zweren erbij. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik ga het ook proberen. Ik wil gewoon fit zijn, me sterk voelen, gezond. Gezond zijn met mijn dochter. Hè? En hoe hou je het allemaal vol? Door hasselen, doe je. Kan mama koken of kan mama koken? Mama kan goed koken, hè? Ja, mama kan koken. Ja, mama kan goed koken. Ja, mama kan koken. En maar luister even, eten wij lekker bij mama? Ja. Ja, wij eten heel lekker. Nou, daar kunnen wij het volhouden, hè mama? Kom mama, kom. Waar moeten we naartoe? Nee. Zeg even, oh we gaan Diego doen, maar zeg even tegen mama. Wie is Jago Jago? Kleur is Jago Jago. Oké dan. Wat zeg je? Ik mag haar nooit filmen. Mama, mama. Wat? Oké. Ja, oké. Welterusten, Chloe. Licht uit. Licht uit. Doei. Licht uit. Oké.